Wat er vooraf ging in Holiday Service. Een heel klein probleempje. We hebben alleen maar nog een tent. Oh, maar dat geeft toch niet? Alleen nu moet ik nog wel betalen, zeg maar agent. Daar ken ik jou niet echt van. Ik ben nog nooit op deze camping geweest. Jij kent hem al ergens van. Hij is de dader! Auw! Shit! Hij kijkt naar mij en ik kijk terug naar jou. En voordat ik het weet, worden mijn handen klam. Zeker, want volgens mij had ik gehoord dat hij ontsnapt was. Ik ga wel weg. Hé, hey, waar ga je heen? Het is niks engs op deze tenten. Ik zit hier al jaren en nooit zo wat engs gebeurd. Nou, waarom hadden jullie net dan over die boef? Die is er dan opgepakt. Nou, oké, doe het dan maar. Goed gedaan dat je als pizza patatbezorger hebt voorgedaan. Ja, anders heb ik niet in de buis gezeten. Deze keer gaat het ons lukken. Dat is ook weer een plan. Nou, ik ben gelukkig dat die boef weg is, hè? Wat hebben jullie nou mee te doen? Nou, het is mijn kleine broertje, hij moet meekomen. Maar jullie lijken helemaal niet op elkaar. Dat is een geadopteerde broertje. Oké, maar ik hou jullie in de gaten. Dan ga je maar mee te nieuw. Meekomen, gozer. Oké, hier moet je blijven zitten. En OV als je een woord zegt. Als je één woord zegt, dan knap je helemaal dood, gast. Nou, er is een regen mee je prijs kan winnen en een bingo. Eigenlijk over alles wat leuk is. Nou, gezellig. Het is nu wel erg laat. Zullen we maar slapen? Wie bepaalt dat, dat ik ga slapen? Ga gewoon mee in mijn caravan. Is ook goed. Hey, ken ik jou niet ergens van? Ja, ik ben de patatbezorger. Nee, die andere. Moet je eens horen. Ah! Oh god, wegwezen! Ja, weet ik. Ik vind het ook. Hoe vaak word je al doodgestoken? Moest je maar weten.